We gaan beginnen. Het is een tijdje geleden dat ik hier online was. Door allerlei omstandigheden ook. Ik heb ook verteld dat ik hier alleen ben als ISKCON Poti. Maratsi zei dat ik wel naar Goa kon gaan, terwijl ik ook zelf al misschien plan had om te gaan. Dus hij had het bevestigd. Toen ben ik hierheen gegaan en op de tijd van deze meeting is ook het zondagsfeest in de ISKCON-tempel hier vlakbij. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, maar Hari Nam, kartels. Ik voel me soms net, ik kan me niet vergelijken met Prabhupada, maar als ik hier in mijn eentje zit met mijn kartels, voel ik me soms net als Prabhupada in New York, die onder de boom zat. Hè. Ik ben ook op zoek naar een boom, het is wel nodig met al deze zon. Ja, even kijken, alle aantekeningen erbij pakken. Ja, het was even zoeken naar de juiste spreker voor vandaag. Maar ik heb echt heel veel toegewijden benaderd. Maar ik kon niemand vinden. Dus op een gegeven moment woensdag sprak ik Titra Leka. Toen zei ik van nou weet je wat, als Jay Kopal het niet wil doen, dan doe ik het zelf wel. Dan laat ik ook eens een hoofdstuk presenteren. Dus vandaar dat jullie het vandaag met mij moeten doen. Ja, het laatste hoofdstuk is wel een heel bijzonder hoofdstuk. En ik heb er ook wel iets mee, vandaar dat ik die beslissing ook wel heb genomen. Het gaat over Narada onderrichte prasetas. En het is een heel bijzonder hoofdstuk, omdat heel Canto 4, we hebben deel 1 en 2 al gedaan. Dat is allemaal toegewerkt tot dit laatste hoofdstuk, hoofdstuk 31. En daar komt eigenlijk alles samen van het hele kanto. Dus dat is op zich wel een heel bijzonder ook aan dit hoofdstuk. Dat het echt de kers op de taart is eigenlijk. Dus Prabhupada gaf de naam aan dit hoofdstuk, de creatie van de vierde levensorde. En we hebben het over de vierde levensorders. We hebben vier verschillende orders. En de laatste orde is de Sanyas-orde. Dus het wordt ook wel verzaking genoemd. Ik vind het een heel vervelend woord eigenlijk. Een andere uitleg is de onthechting van de materiële wereld. En deze onthechting kent zijn perfectie in de zuivere toegewijde dienst. Dus het hoofdstuk gaat ook over wat is precies zuivere toegewijde dienst. En dat is een hele speciale soort van toegewijde dienst. En daar zal het hoofdstuk ook naartoe werken. In het hoofdstuk wordt er naartoe gewerkt. In het eind vinden we daar ook de antwoorden op deze vraag. En in het vierde kanto gaat over Dhruva en zijn nakomelingen. En het beschrijft het verhaal van toegewijden die van het onzuiver materialistische bestaan evolueren naar zuivere toegewijde dienst. En dat is het doel van dit kanto ook, om het ons duidelijk te maken hoe ze die staat kunnen bereiken. En speciaal de prasetas die aan het eind van dit kanto, die zijn een voorbeeld van de perfectie van toegewijde dienst.
Dus we kunnen vandaag heel veel leren ook over onszelf. Het is eigenlijk het kan heel veel reflectie geven als je ervoor open staat over de verschillende punten die worden aan de orde komen, zeg maar. Om meer over jezelf te leren en in welke fase van toegewijde dienst je bent. En wat je zou kunnen verbeteren om dichter bij Krishna te kunnen komen als je dat zou willen wensen. Want hoe meer we Krishna kunnen leren kennen, hoe meer en hoe zuiverder de toegewijde dienst aan Krishna wordt. Dat is ook de strekking van het verhaal. Het kanto 4 is een beetje een afwijkend kanto. En een ander ding is, het is ook dat, het is een verhaal in een verhaal in een verhaal in een verhaal. Het heeft 4 verschillende niveaus, kanto 4. Het eerste niveau is dat Suta Goswami aan de wijze Namitsaranya vertelt over het tweede niveau. En in het tweede niveau heb je Sukadev Goswami, die tegen Maharaj Pariksit vertelt over het derde niveau. Het derde niveau houdt in dat Maitreya Muni een verhaal vertelt over Vidura. En in het vierde niveau heb je dat Maitreya Muni vertelt tegen Vidura over de geschiedenis van verschillende verhalen die voorkomen in kanto 4. Het verhaal van Dhruva Maharaj, van Prithu Maharaj, koning Prasinabari en de Prasetas. En Narana Muni's prediking tegen ieder van hen. Dus dat zijn heel veel verschillende niveaus in kanto 4 die aan de orde komen. En wat ik al zei, de titel van het vierde kanto is de creatie van de vierde orde. En er zijn, zoals we weten, 4 orders. De eerste orde is Brahmachari. Dat is het leven van een student. Vaak zijn het de mensen die als celibitair leven, proberen te leven in hun jeugd. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen in je jeugd. We worden ook soms, in deze moderne maatschappij gaat het vaak mis, omdat we al vanaf jongs af aan in onze tienerjaren een seksuele leven ontwikkelen met vriendjes, met partners. Terwijl het eigenlijk is weggelegd voor de brahmachari leven. Om te leven met de senscontrole, zeg maar, om de zintuigen te beheersen. Dus daar gaat het eigenlijk ook mis in onze moderne wereld. De tweede orde is de getrouwde stellen, de grihasta. Dat zijn natuurlijk de mensen die getrouwd zijn en die hun kinderen hopelijk opvoeden, in Krishna bewust opvoeden. Dat is het doel, hè, van als je een kind wil opvoeden in Krishna bewustzijn, dat je het kind Krishna meegeeft. Dus, en dat je dat je niet te veel wordt beïnvloed door de materiële natuur. Hè? Want de drie hoedanigheden die altijd invloed heeft op onze activiteiten, die spelen soms een grotere rol in het leven van Grihasthas, omdat ze veel meer te maken hebben met werk, met mensen met wie ze moeten associëren, waarmee ze liever misschien niet zouden willen associëren. En daardoor ook soms minder Krishna centraal kunnen stellen. Dus, maar we proberen ook binnen het Kriyasta leven de verplichtingen van het materiële leven te minimaliseren. Soms kan je ook om je heen kijken hoe je die verplichtingen kan minimaliseren. En hoe je de associatie met Krishna toegewijden kan maximaliseren, kan verbeteren. Zodat je ook meer kan leren over Krishna en over zijn en van de toegewijde kan leren. Want de associatie is het belangrijkste punt. De derde orde is van de prasta. Het is het gepensioneerde leven eigenlijk. Als mensen vaak uit elkaar gaan, of als je zelf alleen doorgaat als van de prasta. Dat je meer oriënteert op Krishna en meer gaat prediken en Krishna bewustzijn kan uitdragen. En dan in vierde orde, waar het in de kanto 4 over gaat, gaat over sanyas, de mannen nemen dan vaak het afstand van het familieleven. En vaak zoeken ze naar mensen die voor hun vrouw kunnen zorgen. Vaak wordt dat een van de zoon of de oudste zoon die voor de vrouw kan zorgen. Van, ja, dit is natuurlijk een heel traditioneel plaatje. Voor ons in het Westen bijna ondenkbaar. Ook omdat wij vaak niet meer samenwonen met onze ouders. En we zitten in een hele andere wereld. Eigenlijk heel niet altijd gezond te noemen. Door de modernisering zijn we dat eigenlijk ontgroeid. Hè? Dat we er met hele families gewoon samenwonen. Dat we automatisch zorgen voor onze ouders. Net als hier in India, waar iedereen gewoon samen woont.
Dus het is een beetje een traditioneel model, maar toch kunnen ja, soms mannen toch op een bepaalde leeftijd voor kiezen om ja, van de prastha of sanyas te nemen. En, ik had even opgezocht, Srila Prabhupada nam in 1959 nam hij sanyas. En toen van Bhakti Ranjan Kesava. En toen is hij natuurlijk ook veel meer vrij, heeft hij zich vrijgemaakt om te gaan prediken. En toen heeft hij zich klaargemaakt voor, tot 1966. Toen hij in 1966 in Amerika was, toen heeft hij natuurlijk de was hij de founder Acharya op ISKCON. Dat was in 1966. Dus toen is hij echt met het prediken in het Westen begonnen, officieel. Ja, wat ik zo bijzonder vind aan dit hoofdstuk is dat er heel veel quotes zijn over de Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, over de Chaitanya Charitamrita. Veel uitspraken over van Chaitanya Mahaprabhu zelf. Uitspraken van zijn toegewijden, bijvoorbeeld Rupa Sanata, Rupa Goswami, Sanata Goswami. En van Srila Narottam Das Thakur. Er zijn heel veel uitspraken. Dus ik ga ook soms een paar quotes aanhalen, want er is niks beters dan, dan uitspraken van de, onze acharya's te noemen, te reciteren. Daar kunnen wij geen woorden voor vinden. Even kijken. We gaan beginnen met het eerste vers. Kijk, ik heb het uitgeprint. Dank aan Patje Bhakti, die het mij op heeft gestuurd, het hoofdstuk in het Nederlands. Vers 1. De grote heilige Maitreya vervolgde. Daarna woonden de praseta's duizenden jaren lang thuis en ontwikkelden volmaakte geestelijke kennis. Ten slotte herinnerden ze zich de zegeningen van de allerhoogste Godpersoon en verlieten hun huis na hun vrouw toevertrouwd te hebben aan hun volmaakte zoon. Nou, dit is dus ook al een voorbeeld van dat de praseta's hun huis konden verlaten omdat de zoon voor de vrouw kon zorgen en dat de praseta's zich konden focussen op hun spirituele leven. Ja, in dit hoofdstuk wordt ook genoemd dat het is een hele aparte term. Ik zei al dat het in het begin van het leven van de pubers soms dat er fouten worden gemaakt. Dat de manier van leven dat het heel anders is hè, dan in het vroegere in de Vedische cultuur. En hier staat dus ook in de purport van 1. De meeste kinderen zijn Varna Sankara. Dat wil zeggen ter wereld gebracht door niet gekwalificeerde vaders en moeders. Het gevolg daarvan verkeert de hele wereld in een chaotische staat. In feite hoort de menselijke beschaving gebaseerd te zijn op de Vedische beginselen. Dus we zijn natuurlijk, we hebben helemaal de Vedische kennis in het Westen en in Nederland, België. Hebben we niet hoe we, wat de rituelen zijn rond het, ja, rond het proces van het krijgen van kinderen. Dus vandaar dat er ook heel veel chaos vooral in het Westen is. En wat je ook ziet hier in India, dat er ook steeds meer chaos komt. Omdat mensen er niet meer weten hoe hun cultuur in elkaar steekt. Ja, in wat ik ook al zei, voor pubers gaat het eigenlijk, en dat staat ook in het purport, gaat het over het praktiseren van zelfdiscipline en versterving. Dus dat, en als je daar niet, als je daar de discipline niet voor vindt, of als je dat niet praktiseert op jonge leeftijd, dan kan je het bestaan van God niet begrijpen. En als je het op jonge leeftijd niet kan begrijpen, dan wordt het steeds lastiger om het wel te begrijpen. Dus alles is afhankelijk van het niveau van kennis dat men bereikt op een bepaalde, ja, in bepaalde fases van je leven. Ook door de juiste kennis te hebben natuurlijk. Dus het purport gaat er ook over dat je niet te veel moet hechten aan je familieleven. En dat je wel in familieverband kan wonen, maar dat je moet ook moet proberen wat te onthechten. Dat je niet altijd maar denkt van, dat je niet de hele tijd aan je vrouw denkt. Net als dat in een van de hoofdstukken van de kanto's. Dat je zo gehecht bent aan je vrouw of aan je man, dat je incarneert. In het lichaam van een vrouw of een man, omdat je in de tijd of in het moment van de dood aan je man of aan je vrouw denkt in plaats van aan Krishna. Dus door je
tijdens het familieleven ook een beetje te onthechten. En gewoon wel met je partner samen te blijven leven, kan je meer focussen op Krishna. Dat is ook het doel van Krishna bewustzijn en het doel van Kriyastha's leven. Tekst 2. De Prasetas begaven zich in westelijke richting naar de kust, waar de grote bevrijde wijze Jayali verbleef. Nadat ze zich volkomen meester hadden gemaakt van de geestelijke kennis, waardoor men alle levende wezens met gelijke blik beziet, werden de Prasetas volmaakt Krishna bewust. Hier wordt in de purport het woord Brahmasatra genoemd. En dat betekent het ontwikkelen van geestelijke kennis. En dat is natuurlijk een heel, heel belangrijk thema. Brahma betekent eveneens de absolute waarheid. En men dient kennis van de absolute waarheid te ontwikkelen door de Vedas te bestuderen en zich te beoefenen in boetedoeningen en versterving. Prasetas deden dit alles naar behoren en bezagen daardoor alle levende wezens met de gelijke blik. En hier heb je de eerste quote van de Bhagavad Gita 1854. Wie het transcendentale vlak bereikt, realiseert het allerhoogste Brahman onmiddellijk en ervaart volkomen vreugde. Hij beziet alle levende wezens met gelijke blik. In de zijn toestand komt hij tot zuivere toegewijde dienst aan mij. Dus het komt erop neer dat wie werkelijk geestelijk gevorderd is, ziet het verschil niet meer tussen een bepaald levend wezen en een ander levend wezen. En dat is eigenlijk ook een van de hoogste doelen in dit leven. Dat je probeert iedereen gelijk te zien. En dat is een hele moeilijke kwestie. Je hebt ook, Prabhupada neemt vaak als voorbeeld van dat je je vriend en je vijand moet proberen op dezelfde manier te zien. Dat is de perfectie in leven. Dus misschien kan je ook eens nadenken in je eigen leven met wie je nou eigenlijk ruzie hebt. Niet dat je met iedereen goed hoeft te maken, dat is niet zo. Want sommige mensen, daar hoef je eigenlijk niks mee of niet meer mee. Maar met sommige mensen zou je door een hele kleine... klein gebaar zou je eigenlijk op veel betere relatie kunnen hebben. Ik had ook van de week een vriendin van mij die mij helemaal niet begrijpt dat ik nu Krishna bewust ben. Een van mijn beste vriendinnen van vroeger heb ik een bericht gestuurd met wat uitleg over waarom het nou zo is gelopen. En, wij spreken ook al 2 jaar niet meer met elkaar. Ik snap eigenlijk niet echt waarom niet. Dus ik dacht, laat ik ook eens gewoon ook weer op goede voet met haar komen. Om gewoon ook vorderingen te maken in Krishna bewustzijn. En hier gaat het verder in het purport 2. Dus hier staat ook dat je geen verschil meer ziet tussen mens, dier en een geleerde brahmana en een chandala. Dus dat is iemand die van de lagere orde is. Dat wordt vaak in India genoemd. Hier haalt Srila Prabhupada ook vers 5, 18 aan. Door zijn ware kennis beziet de nederige wijze een geleerde, een zachtmoedige brahmana, een koe, een olifant, een hond en een hondenvlezer met gelijke blik. Dus dat is niet zo makkelijk, maar dat is wel iets waar je naartoe kan werken. Een geleerd mens, een toegewijde, ziet dus alles met gelijke visie. En wie naar volmaaktheid op bevrijding verlangt, moet met iemand omgaan die reeds bevrijd is. Daar wordt het purport mee afgerond. Dit wordt sadhu sangha genoemd. Een omgaan met een volmaakte toegewijde. Het begrip sadhu sangha is heel belangrijk, omdat we natuurlijk associatie moeten hebben met de toegewijde. Met de toegewijde van Krishna. Maar ook met een guru natuurlijk. Ik zie ook... De meeste van ons hebben een guru. En als je geen guru hebt, is het heel goed om te blijven zoeken naar iemand met wie je een goede band kan opbouwen. En iemand die je volledig kan inspireren om het Krishna bewust proces op te nemen. Dat is eigenlijk wat we moeten doen. Dat is ook een definitie volgens mij van wat voor iemand dat moet zijn. Een guru waar je volledig tot kan overgeven. Een guru is iemand of een persoon aan wie je volledig kan overgeven. Je moet iemand in je leven hebben
en we noemen zo iemand een guru, aan wie je volledig kan overgeven. Dan kan je het zuivere toegewijde dienst verrichten. Zonder zo iemand in je leven kan je niet tot zuivere toegewijde dienst komen. Dus dat is een heel belangrijk punt. Tekst 3. Na de yogasana van de mystieke yoga te hebben beoefend, slaagden de prasetas erin hun levensadem, hun geest, hun woorden en hun externe visie te beheersen. Zo raakten zij, dankzij de pranayama-methode, volkomen bevrijd van de materiële gehechtheid. Door goed rechtop te blijven zitten, konden ze hun geest op het allerhoogste Brahma richten. Terwijl ze de pranayama beoefenen, kwam de grote wijze Narada, Muni, die zowel door halfgoden als demonen wordt vereerd, hen een bezoek brengen. Ja, hier haalt Prabhupada aan dat de woorden pare amale zijn in dit vers heel belangrijk. In de Srimad Bhagavatam wordt uitgelegd wat de Brahma-realisatie inhoudt. De absolute waarheid wordt in 3 fasen gerealiseerd, dat hebben we al heel vaak gehoord. En hier haalt Prabhupada het weer aan. Als onpersoonlijke lichtgoed de Brahman, als plaatselijk aanwezig Paramatma en als allerhoogste godspersoon, Bhagavan. Dan gaat het verder in het purport. Daarom staat in het vers beschreven als Suradya. Hetgeen betekent dat hij zowel door de demonen, Narada Muni, als door de halfgoden wordt vereerd. Voor Narada Muni staan alle deuren open. Hoewel er voortdurend vijandigheid heerst tussen de demonen en de halfgoden, is Narada Muni overal welkom. En hij wordt uiteraard als een van de halfgoden beschouwd. Het woord Devarsi betekent de heilige onder de halfgoden. Maar zelfs de demonen zijn niet afgunstig op Narada Muni. Daarom wordt hij door de demonen evenzeer vereerd als door de halfgoden. En dat moet in de positie van een volmaakte Vaisnava zijn. Net als Narada Muni, volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Dat is ook een voorbeeld van een pure toegewijding. Vers 4. Zodra de prasetas de grote wijze Narada zagen, stonden ze direct van hun asana's op. Ze brachten hem onmiddellijk hun eerbetuigingen en bewezen hem eerst zoals het hoort. En toen ze zagen dat Narada Muni comfortabel gezeten was, begonnen ze hem vragen te stellen. Ja, het is de betekenis van alle prasetas yoga beoefenen, om zich op de allerhoogste godspersoon te concentreren. Tekst 5. De prasetas zeiden tot de grote wijze Narada Muni: O grote wijze, o brahmana, we hopen dat uw reis hiernaartoe zonder moeilijkheden verlopen is. Het is een grote zegen dat we u vandaag mogen aanschouwen. Als de zon zijn baan bestrijkt, schenkt hij de mensen verlichting van hun angst voor de duister van de nacht en de angst die veroorzaakt wordt door dieven en misdadigers. Het reizen van u is precies zoals de zon, want overal waar u komt, verjaagt u allerlei angst. Ja, dit vers gaat erover dat de materiële wereld van nature ook donker is. En dat iedereen voortdurend bang is voor het gevaar van de materiële wereld eigenlijk. Als men echter een toegewijde als Narada Muni ziet, of een guru, of een persoon waar je volledig aan kan overgeven, dan zeggen de Vedische scriptures, dan verdwijnt alle angst. Net als de zon de duisternis verdrijft de verschijnen van de grote wijze, zoals Narada, alle onwetendheid. En Narada Muni vertegenwoordigt hier de spiritual master, de guru. Daarom hebben we ook een guru nodig, om die ervaringen ook te hebben. En ook om mensen te kennen in ons leven die compleet onze angst weg kunnen nemen als we in hun nabijheid zijn, als we ons focussen op hun ziel, aanwezigheid. Dus dat is wat de guru ook met ons doet. En ook doordat de guru genade geeft aan ons, dus als we toegewijde dienst doen en de guru geeft ons genade, dan verdwijnt deze angst ook vanzelf. Dus dat is ook een soort wisselwerking tussen de guru en de discipel. De prasetas prijzen Narada Muni om te zijn zoals de zon en mensen te verlossen van angst en onzekerheid, het materiële bestaan. En de spiritual master verwijdert de donkerheid, ontwetendheid met zijn spirituele kennis. En in nabijheid van de guru kunnen dus de angsten verdwijnen. En voel je soms ook in een soort van verlichte staat.
En je krijgt ook verlangens. Je kan op dat moment of daarna verlangens ontwikkelen om terug te willen gaan naar Krishna. Daarom hebben we de guru ook nodig. Het verlangen kan in de nabijheid van een guru of aanwezigheid van een guru of het feit dat je een guru hebt, kunnen die verlangens kunnen die vergroten, versterken. Dat je terug wil gaan naar Krishna. En dat je ook voelt dat je van Krishna komt. Zeg maar dat je die connectie terug wil maken. En dat je steeds minder wil bezighouden met de materiële wereld. Vers 6. O meester, door onze overmatige gehechtheid aan familie, aangelegenheden, waren we de instructies die we van heer Shiva en heer Vishnu hadden ontvangen bijna vergeten. Ja, hier staat, Prabhupada is natuurlijk een echte prediker. Hier staat, het familieleven is een soort concessie voor zinsbevrediging. We moeten inzien dat zinsbevrediging niet nodig is. Maar dat men moet aanvaarden voor zover het nodig is om in leven te blijven. Dus je moet een soort balans vinden altijd in hoeverre je aan zinsbevrediging wil doen. Dat is op allerlei vlakken natuurlijk, zinsbevrediging. Soms denken mensen direct aan seksuele zinsbevrediging, maar ook aan andere. Je kunt ook aan andere dingen denken, hoe de zintuigen kunnen bevredigen. Ook bijvoorbeeld door veel te eten. Andere vormen van zinsbevrediging. Zoals in de Srimad Bhagavatam 1.2.10 wordt bevestigd. Kamasya Nendriya Preti. Men moet een Goswami worden en zijn zinnen beteugelen. Dat is ook een hele mooie uitspraak van de. Ja, heel belangrijk. We moeten eigenlijk allemaal een Goswami worden. En ik heb toevallig, heel toevallig, het Nederlandse boekje bij van Nectar of Instruction. Mijn favoriete boek. Een van mijn favoriete boeken. En het eerste vers gaat over het worden van een Goswami. Het is het hele bekende vers. Ik ga hem heel even citeren. Omdat het zo vaak wordt geciteerd. Pako vegan mana saha kroda vegan. Jiva vegan, Uda Ropasya vegan, Etan vegan, Yo Isa Hatta Dira, Sarvam Apin Mam Ritim Sa Sityat. Tekst 1 van Nectar van Instructie, 1 van de 11 versen. En hier staat geschreven: de conclusie is dat we de 6 onderdelen. De woorden in het Sanskriet die ik net heb genoemd zijn spraak, geest, woede, tong, maag en geslachtsdelen. De conclusie is dat we deze 6 onderdelen beheersen. Als we die beheersen, dan zijn we een Goswami. Swami betekent meester en Goswami betekent meester van de go, van de zintuigen, meester van de zintuigen. Dus als we de spraak, geest, woede, tong, maag en geslachtsdelen kunnen beheersen, kunnen we toewerken naar zijn van een Goswami. Alleen iemand die meester is over zijn zintuigen mag een Goswami worden genoemd. Anders pas Dasa, de dienaar van de zintuigen, beter. Dus als je niet je zintuigen onder controle hebt, ben je een dienaar van de zintuigen. Dan dien je je zintuigen. Als je een Goswami bent, dan ben je meester over je zintuigen. En kan je zuivere toegewijde dienst verrichten. Dus je kan ook kijken op welke vlakken het nog lastig is om meester te zijn over welke zintuigen, om vooruitgang te boeken op het pad van Bhakti Yoga. Srila Rupa Goswami, die het boek heeft vertaald, die vertaald samen heeft gesteld, dat is ook natuurlijk een meester. Het is een toegewijde van Satanya Mahaprabhu. En een heel belangrijke Vaisnava in onze lijn. Als je het boekje nog niet hebt gelezen, zou ik zeker aanraden ook om het weer te zetten. Er staan mooie dingen in. En meer dan nodig raakt men te veel gehecht aan het familieleven. Wat gebondenheid tot gevolg heeft. En de Prasetas gaven toe aan dat het fout van hun was geweest om zo lang in het familieleven te zijn gebleven. Dus goed, ze zijn er nu, zijn ze er uit. Tekst 7. O meester, verlicht ons alsjeblieft met transcendentale kennis. Die als een fakkel is waarmee we de donkere oceaan der ontwetendheid
van het materiële bestaan kunnen oversteken. Ja, als een gewoon iemand een heilige ontmoet, hoopt hij meestal een of andere materiële zegen van de heilige te krijgen. Dus dat is meer als we het hebben over wat zijn gewone mensen. Dat zijn in ieder geval geen Vaisnavas. Als gewone mensen die niet praktiserend zijn in het christen bewustzijn een heilige ontmoeten, willen ze vaak een materiële doel. Vragen ze om materiële vooruitgang. Ze vragen bijvoorbeeld, kunt u bidden voor een groter huis, een groot mooiere auto? Ze hebben vaak materiële doelen. En ik heb ook wel eens in Radades, er kwam iemand naar me toe, was ik in de tempel, en zei ze, kunt u de sleutel van mijn nieuwe auto offeren op het altaar? Want misschien willen we willen nu veilig rijden in deze auto en willen misschien ook nog een grotere auto. Ja, daarvoor is het niet bedoeld. Dus de pesetas waren echter niet geïnteresseerd in iets materieels, aangezien ze daar reeds voldoende van hadden gehad. De enige belangstelling die ze hadden, was de oceaan der onwetendheid over te steken. Dus dat is, ze wilden gewoon dichter bij Krishna komen. En dat was het enige waar ze om vroegen. Dus je kan zien dat materiële verlangens afnemen. Als je bijvoorbeeld in de associatie van de Sadhu Sangha, hè, en ook de associatie met de guru. Als je goede japa hebt, dus als je meer focust op goede japa, dan kan je zien dat de materiële verlangens afnemen. Dat is een automatische proces. Dat wordt ook beschreven in de Srimad Bhagavatam. Veel mensen begrijpen niet dat ze een guru nodig hebben, omdat ze denken dat ze gelukkig zijn zonder guru. Maar met een guru kan je zuivere bhakti yoga praktiseren. En zonder guru kan dat niet. Dan kan je niet op datzelfde niveau komen. Dus het verlangen om een guru te hebben, dat moet worden aangewakkerd. En dat wordt ook aangewakkerd doordat je gaat mediteren op Krishna en op de japa. En anders blijf je gewoon in een bepaalde onwetendheid waar je niet doorheen kan breken eigenlijk. Waar je niet verder proces in kan komen richting bhakti yoga, zuivere bhakti yoga. Tekst 8. De grote wijze Maitreya volgde. Mijn beste Vidura, nadat de pesetas hem daartoe hadden verzocht, gaf de meest verheven toegewijde Narayana Muni, die altijd opgaat in gedachten aan de allerhoogste godspersoon, als volgt antwoord. En in dit vers wordt Narayana Muni geadresseerd als Bhagavan. Dat is al heel bijzonder. Bhagavan betekent diegene die alle volheden bezit. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur heeft gezegd: Saksat Darit Vena Samasta Sastrai. In alle shastra's wordt de geestelijke leraar rechtstreeks als de allerhoogste godspersoon aanvaard. Dit betekent niet dat de geestelijke leraar of een heilige zoals Narayana Muni werkelijk de allerhoogste godspersoon is geworden, maar dat ze als zodanig wordt beschouwd omdat ze de allerhoogste godspersoon voortdurend in hun hart dragen. Zoals in dit vers beschreven staat, Avitatma, wordt iemand die volkomen opgaat in gedachten aan Krishna, eveneens een Bhagavan genoemd. Tekst 9. De grote wijze Narayana Muni zei, als een levend wezen geboren wordt om zich te wijden aan de dienst van de allerhoogste godspersoon, de allerhoogste bestuurder, kan men zijn geboorte, zijn baatzuchtige activiteiten, zijn levensduur, zijn geest en zijn woorden als werkelijk volmaakt beschouwen. Prabhupada haalt aan dat het woord Nranam in dit vers heel belangrijk is. Er bestaan heel wat meer levensvormen dan alleen de menselijke. Maar Narayana Muni spreekt hier specifiek over de menselijke levensvorm. En de mensheid bestaat uit vele verschillende soorten mensen. Diegene onder hen die gevorderd zijn in geestelijke kennis, Krishna bewustzijn, worden Arjans genoemd. En onder de Arjans is het leven van diegene die de Heer toegewijde dienst bewijst, het meest geslaagd. Het woord Nirjan geeft aan dat van de lagere diersoorten niet kan worden verwacht dat ze de Heer toegewijde dienst zullen bewijzen. Het doet er niet toe of iemand arm of rijk geboren is. Dat iedereen die als mens geboren wordt, dient de Heer toegewijde dienst te bewijzen, ondanks de vele verschillen die er materieel gesproken misschien bestaan.
Dat is ook al heel duidelijk aangegeven in dit vers. Op dit moment hebben de beschaafde landen godsbewustzijn opgegeven ter wille van hun economische ontwikkeling. En dat is wat je natuurlijk ziet in de westerse cultuur. Dat mensen kiezen voor economische ontwikkeling. En zelfs als we het goed hebben, kiezen we voor meer economische ontwikkeling. En dat is wel heel spijtig, want daardoor wordt de wereld meer goddeloos. Waardoor een Kali Yoga meer zijn weg kan. De vrij wordt gemaakt voor Maya eigenlijk. Dus waarom is zijn nieuwe devotees ook zo hard nodig? En waarom is het ook goed om het Krishna-bewustzijn te verspreiden? Ook om de economische ontwikkeling tegen te gaan. Want op een gegeven moment kan het ook worden gestabiliseerd misschien. Of kan er een manier worden gevonden dat het Krishna-bewustzijn een andere plek krijgt. Een betere plek krijgt in deze wereld. Dat iemand succesvol is als hij geïnitieerd raakt in het Krishna-bewustzijn. Onze activiteiten zijn geslaagd als ze ertoe leiden dat we Krishna gaan dienen. Een filosofische of intellectuele speculatie werpt pas zijn vruchten af als we het gebruiken om de allerhoogste Godpersoon te begrijpen. En de zinnen zijn hun bestaan waard als ze in dienst van de Heer worden gebruikt. Dus hier wordt het weer aangehaald. Dat onze zintuigen moeten we gebruiken in dienst van de Heer. Toegewijde dienst betekent in feite dat men zijn zinnen in de dienst van de Heer stelt. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke zin. Ik zal nog eens herhalen. Toegewijde dienst betekent in feite dat men zijn zintuigen in dienst van de Heer stelt. Op dit moment zijn onze zintuigen onzuiver. Daarom staan ze in dienst van de samenleving, vriendschap, liefde, politiek, maatschappelijke vraagstukken. Als de zinnen echter in de dienst van de Heer worden gebruikt, dan komt men tot bhakti, toegewijde dienst. In het volgende vers zal dit duidelijk worden uitgelegd. Dus je kan ook in je eigen leven kijken, in hoeverre je aan andere onderwerpen aandacht geeft. Ben je in de samenleving bezig? Heb je vriendschappen waar je veel tijd in stopt, die mensen die niet christenbewust zijn, hou je heel veel met politiek bezig, of ben je juist meer aan het lezen in het Srimad Bhagavatam, in Bhagavad Gita, of associeer je meer met devotees, ga je vaker naar de tempel, hoe ziet je christenbewustzijn op dat vlak eruit? Ja, hier in tekst 9 staat nog iets over Chaitanya Mahaprabhu. Zij, op een dag waren al zijn verlangens vervuld. Hij zei, vandaag zijn mijn geboorteplaats en in de buurt waar ik woon glorierijk geworden. Vandaag zijn al mijn zinnen, van mijn ogen tot al mijn tenen, fortuinlijk. Vandaag is mijn leven een succes geworden, omdat ik de lotusvoet heb aanschouwd en verkeerd worden door het godin van geluk. Dus dat is toen hij zijn realisaties kreeg. Tekst 10. Een beschaafd mens kent 3 verschillende geboorten. Zijn eerste geboorte dankt hij aan een zuivere vader en moeder. Dit noemt men een geboorte via het zaad. Zijn tweede geboorte vindt plaats wanneer hij geïnitieerd wordt door een geestelijk leraar. Deze geboorte noemt men Savitra. Van de derde geboorte, Vinika, geheten, is er sprake wanneer hij de mogelijkheid krijgt om hier Vishnu te vereren. Als iemand, ondanks het feit dat hij de kans van deze 3 geboorten heeft gehad, de Heer niet daadwerkelijk toegewijde dienst bewijst, is zijn hele bestaan nutteloos. Ook al leeft hij zo lang als een halfgod. Hetzelfde geldt voor onze activiteiten. Of ze nu materieel zijn of geestelijk. Als ze niet goed zijn om de Heer tevreden te stellen, zijn ze nutteloos. Prabhupada bindt er geen doekjes om. Als je dit zo leest. Hij haalt hier het woord Saukra Janma nog even aan in het purport. Het betekent geboren worden door middel van een zaadlozing. Dat is wat met de meeste van ons is gebeurd. En misschien onze kinderen ook. Hier staat in het purport. Een mens kan heel zuiver, echter zuiver worden. Door zijn Saukra Janma geboorte, boven zijn Saukra Janma geboorte uit te stijgen. Hetgeen in de Vedische beschaving dan ook aanbevolen wordt. Voordat de geboorte plaatsvindt, voor de verwekking van het kind, moeten de vader en de moeder de zogenaamde Garbhodakshana Samskara in acht nemen. En deze kennis die is heel moeilijk. Nou ja, niet heel moeilijk, maar deze kennis is niet toegankelijk voor ons in de westerse maatschappij. We weten niet hoe we betere kinderen kunnen creëren. Omdat we niet weten van de Garbhodakshana Samskara. We weten niet wat voor rituelen we kunnen uitvoeren voor de bevruchting. Als we dat wel weten, zouden we hele andere kinderen kunnen geboorte kunnen geven.
helpen in deze wereld. Omdat die andere dharma hebben, die andere karma hebben. Volgens de geschrift is iedereen in dit kwaliteitperk een sudra, omdat men zich niet aan de garbhodaksha samskara houdt. Dit is het Vedische stelsel. Volgens de Pancharatrika stelsel echter moet iedereen die zelfs maar een klein beetje geneigd is om Krishna bewust te worden, de kans krijgen om zich tot het transcendentele niveau van toegewijde dienst te verheffen. Ook al is hij door het ontbreken van de Garbhodakshana Samskara een sudra. Onze beweging voor Krishna bewustzijn volgt dit pad van Pancharatrika Vicha, zoals aanbevolen wordt door Srila Sanata Goswami, die zegt, iemand kan in een Brahma veranderen door te worden geïnitieerd. Dat is wat hij zegt. En de initiatie wordt dan ook de tweede geboorte genoemd. Dus de eerste geboorte heb je natuurlijk bij je natuurlijke ouders. En de tweede geboorte is de initiatie, waarbij je Harinam initiatie, waarbij je een Sanskriet naam krijgt, een initiatienaam. En je houdt aan de vows van de initiatie. En hier gaat wat verder. Dat tenzij iemand in de gemeenschap van Krishna bewustzijn 2-maal geïnitieerd is, is het chanten van de Hare Krishna en vervolgens het chanten van de derde initiatie waar je voor kan, of de tweede initiatie waar je voor kan gaan. Als iemand echter op het niveau is gekomen dat hij de Acha Vigraha mag vereren, dus Krishna mag vereren, nadat je de Gayatri Mantra hebt ontvangen van je guru, doet zijn vorige geboorte niet meer ter zake. Dus dat zegt Prabhupada hier ook. Hier wordt ook aangehaald dat Sri Prahlad Maharaj zegt, zelfs als iemand een brahmana is en alle brahmana's eigenschappen bezit, maar weigert de allerhoogste godspersoon te dienen, wordt hij als gedenigreerd beschouwd. Dus een brahmana die niet praktiserend is in bhakti yoga, kan zichzelf geen brahmana noemen. Er bestaan vele voorbeelden in de shastra's van brahmana's die Kshatriya's, Vaisnava's, Sudra's, Mlekka's, dat zijn non-Vedische mensen, en niet-Brahmana's, derden. Er zijn heel veel voorbeelden daarvan in de Shastra's. Daarom zegt Narana Muni, wat gaat verder in het purport, het is onjuist te beweren dat iemand die in de Brahmana-familie geboren is, daarom vanzelfsprekend een Brahmana is. Ja, dat zijn hele belangrijke conclusies in de Shastra's. Als die Brahmaanse eigenschappen daarentegen in de persoon van een sudra worden aangetroffen, van iemand van de lagere orde, dient men hem onmiddellijk als een brahmana te aanvaarden. En dat is wat natuurlijk ook in veel in het Krishna-bewustzijn gebeurt en ook in het Westen. Dat wij vaak als sudra's worden aangezien, maar dat wij ons zo opwerken door de associatie met de guru, initiaties die we nemen. En ons inlezen in de shastras en leven als op een Vedische manier. Dat we ook worden aangezien vaak meer als een brahmana. Het was wel grappig, want hier als westers part soms dat je een voorbeeldfunctie hebt. Naar Hindoestanen over hun eigen cultuur. Dat ze gewoon vragen van wat het precies allemaal inhoudt. Dat we kunnen onze relatie met de Allerhoogste Heer nooit ontwikkelen door eenvoudigweg de Vedas te bestuderen. Dat gaat niet. En hier in het purport wordt aangegeven dat men kan de Allerhoogste Godspersoon leren kennen via de methode der toegewijde dienst. En in hoofdstuk 9 van de Bhagavad Gita wordt uitgelegd dat toegewijde dienst Raja Gujjan is. Ik wil nog een voorbeeld geven van wat Prabhupada ook zegt. Er zijn bepaalde bijvoorbeeld dieren die bepaalde zintuigen goed hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld vissen hebben een gevoeligheid voor geluid. Honden kunnen dingen op afstand ruiken. Maar hier staat, als men de zintuigen ons niet kunnen helpen Krishna bewust te worden, dan zijn ze zinloos. Dus we moeten proberen al onze zintuigen in te zetten, zodat we Krishna bewust kunnen worden. Dus dieren kunnen niet één zintuig beter hebben ontwikkeld, maar ze kunnen niet alle zintuigen in dienst van Krishna stellen. De conclusie luidt dat al onze zinnen ons niet kunnen helpen om de hoogste volmaaktheid in het leven te bereiken, namelijk de realisatie van de Allerhoogste, dat ze dan allemaal waardeloos zijn. Ze moeten alle zintuigen inzetten. 12. De transcendentale methoden die iemand uiteindelijk niet helpen om de Allerhoogste Godspersoon te realiseren, zijn nutteloos. Of het nu om het mystieke yoga, de analytische studie van de materiële strenge ascese, het aanvaarden van de sannyas-orde of het bestuderen van de Vedische geschriften. Al deze activiteiten zijn ongetwijfeld heel belangrijk voor het maken van geestelijke vooruitgang, maar tenzij ze ertoe leiden dat men de Allerhoogste Godpersoon Hari gaat begrijpen, zijn ze allemaal nutteloos.
En dat is een mooie vers ook. Want hier gaat het ook om dat het Paul het aanhaalt. Hè? We hebben te maken met impersonalisten, met Mayavadis en yogis. En met bhakti-yoga's, zoals wij, de Vaishnava's. En er zijn grote verschillen tussen. Het is niet altijd duidelijk wat nou de verschillen zijn. Maar hier staat bijvoorbeeld, de impersonalisten doen geen toegewijde dienst, maar ze volgen wel andere methoden, zoals analytische bestuderen, het maken van onderscheid tussen wat geestelijk is en wat materieel is, en het beoefenen van mystieke yoga, dhyana, yoga en sankhya filosofie zonder enige vorm van toegewijde dienst, niet tot het gewenste resultaat kan leiden. Het is te verlangen ernaar om één te worden met de Allerhoogste Brahman, maar zelfs om één te worden met vorm van toegewijde dienst nodig. Dat zie je ook vaak met transcendentale methodes, bijvoorbeeld Osho of andere bekende yogis, die zeggen dat ze transcendentale methoden onderwijzen, maar ze onderwijzen niet bhakti yoga waar Krishna centraal staat. Voor al deze de absolute waarheid wordt in 3 fasen gerealiseerd, dat hebben we al eerder gelezen. Die van het onpersoonlijke Brahman, de Paramatma en de Allerhoogste Godpersoon. En voor al deze 3 realisaties is de enige vorm van bhakti yoga nodig, de toegewijde dienst nodig. Daarom zien we dat de Mayavadis soms eveneens de Hare Krishna mantra chanten. Hoewel ze dat doen met het idee om één te worden. Er zijn ook yogis die soms de Hare Krishna chanten. Maar het doel verschilt ook met dat van ons als bhakta's. Bij alle methoden, dat is de conclusie, karma, dhyana, yoga, gewone yoga, bhakti, is onmisbaar. Dat is de strekking van vers 13. Vers 13. In feite is de Allerhoogste Godspersoon oorspronkelijke bron van zelfrealisatie. Daarom is hij het doel van alle zegenrijke activiteiten. Karma, dhyana, mystic yoga, bhakti yoga. Belangrijk verschil tussen de levende wezens en God. Dat wordt hier ook uitgelegd. Het levende wezen is de te-energie van de Allerhoogste Godpersoon. De materiële wereld is zijn uitwendige energie. Dus hoe je dat moet zien, zijn 3 energieën. Je hebt de interne, spirituele energie. Dat is Krishna's potentiaal, de spirituele energie. En dan heb je de externe energie, de materiële energie. Soms bevinden we ons op het spirituele vlak, in de interne energie van Krishna. En soms op het materiële vlak, de externe energie van Krishna. En aarde, water, vuur, lucht, eten, geest, verstand en vast even omvatten, tezamen, wordt hier genoemd, de 8 afgescheiden materiële energieën. Dat is de lagere natuur. En ik heb ook de hogere natuur, wordt hier genoemd, in het vers van de Bhagavad Gita. Welke bestaat uit alle levende wezens die met de materiële natuur borstelen. De hele kosmische openbaring is slechts een combinatie van geestelijke, spirituele dus, en materiële energie. Het geestelijke gedeelte bestaat uit de levende wezens, die worden beschreven als prakriti energie. Het levend wezen wordt nooit als purusha, als eeuwige spirit, als allerhoogste persoon beschreven. Dat is het verschil tussen ons en God. Dat wij worden beschreven als prakriti, materieel, en dat God wordt beschreven als de eeuwige spirit. En wat ik vertelde was het verschil tussen ons en God is dat wij tot de prakriti-energie behoren, de materiële energie, en dat God, Krishna, tot de eeuwige spirit, Purusha, behoort. En zodat we nooit één kunnen worden, omdat we verschillend zijn daarin. Diegene die mij voortdurend zijn toegewijd en me liefdevol aanbidden, schenk ik het verstand waardoor ze tot mij kunnen komen. De conclusie is dat we tot het niveau van bhakti yoga moeten komen. Ook al is men begonnen met karma yoga, dhyana yoga, ashtanga yoga. Tenzij iemand tot het niveau van bhakti yoga komt, kan hij zichzelf nog de absolute waarheid realiseren. Tekst 14. Net zoals men door water op de wortels van een boom te gieten, eveneens de stam, de takken, de twijgen en alle andere delen van de boom voedt. En net zoals men door voedsel te geven aan de maag, eveneens de zintuig en de ledematen van het lichaam van kracht voorziet, stelt men door eenvoudig echt de Allerhoogste Godpersoon te vereren, door hen toegewijde dienst te bewijzen, vanzelf de halfgoden tevreden, die deel uitmaken van de Allerhoogste Persoon. Er worden 2 belangrijke dingen genoemd.
dat je water op de wortels van een boom kan gieten. Dat is één ding wat wordt genoemd in het keurpot. En de andere is dat je de maag, voedsel te geven aan de maag, eveneens de zintuigen en de ledematen van het hele lichaam voorziet. Ja, het eerste is dus dat je dat Krishna de wortel van de boom representeert eigenlijk. Als je de wortel water geeft, geef je alles water. Dus dat je Krishna is de root van de oorsprong van de boom. En in de Bhagavad Gita wordt aangehaald, hier ook, ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden. Wie daarom Krishna rechtstreeks dient, dient vanzelf ook de halfgoden. Soms beweert men dat karma en dhyana zelf moeten gaan van bhakti als men tot een goed resultaat wil komen. In andere keren wordt er beweerd dat bhakti ook karma en dhyana nodig heeft, wil het vruchten afwerpen. Het is echter een feit dat hoewel karma en dhyana niet succesvol kunnen zijn zonder bhakti, bhakti de hulp van karma nog dhyana nodig heeft. In feite, zoals Srila Rupa Goswami beschrijft, en het is wel belangrijk wat hij hier zegt, Anivila Sita Sundyam Dhyana Karma Di Anapratam, wordt heel vaak aangehaald, mag zuiver toegewijde dienst zelf niet besmet zijn met een zweem van karma en dhyana yoga. Dat is een hele belangrijke uitspraak. In de huidige samenleving wijden de mensen zich aan verschillende vormen van liefdadigheid en andere vormen van liefdadigheid van werk, bijvoorbeeld het openen van ziekenhuizen. Maar je kan nog zoveel geven, als het geen bhakti is, kan je geen spirituele vooruitgang maken. Wat we moeten begrijpen, is het andere voorbeeld ook, is dat we de maag van voedsel voorzien. We de indriya's, dat is ook wel heel belangrijk, de zintuigen vanzelf ook tevreden stellen. Dus we hebben 11 zintuigen. Dat is ook eerder in de kanto 4 ter sprake gekomen. De 5 kennisvergarende zintuigen, de 5 werkende zintuigen en de geest. Dat zijn onze instrumenten. De instrumenten van een persoon om de directe perceptie van de wereld waar te nemen. En deze moeten we proberen in dienst te stellen van Krishna. En het voorbeeld is dus als we de maag van voedsel voorzien, we automatisch alle zintuigen ook tevreden kunnen stellen. Het is niet nodig of zelfs onmogelijk om zintuigen anders te dienen. De conclusie laat dat door Krishna te dienen, Krishna 7, alles volkomen is. Vers 15. In de regentijd brengt de zon water voort, dat later in de zomer weer door de zon wordt geabsorbeerd. Alle bewegende en niet bewegende levende wezens komen voort uit de aarde en keren na een bepaalde tijd in de vorm van stof weer terug tot de aarde. Op dezelfde manier komt alles uit de Allerhoogste Godpersoon voort en gaat alles ter bestemde tijd weer hem binnen. Door een gebrek aan kennis kunnen impressionisten filosofen niet begrijpen hoe alles uit de Allerhoogste Persoon voortkomt en ter zijne tijd weer met hem versmelt. Vers 16. Net zoals de zonneschijn niet van de zon verschilt, is ook de kosmische openbaring niet verschillend van de Allerhoogste Godpersoon. Daarom is de Allerhoogste Godpersoon alom vertegenwoordigd in deze materiële schepping. Wanneer de zinnen actief zijn, lijken ze deel uit te maken van het lichaam. Maar slaapt het lichaam, dan zijn ook de zinnen inactief. Op dezezelfde manier lijkt de hele kosmische openbaring tegelijkertijd verschillend en toch niet verschillend van de Allerhoogste Persoon te zijn. In dit vers bevestigt hier Sri Chaitanya Mahaprabhu's filosofie van de Achintya Bheda Bheda Tattva. Eenheid in verscheidenheid, dat de Allerhoogste Persoon is gelijktijdig verschillend en niet verschillend van deze kosmische openbaring, vers 17. Mijn beste koningen, soms verschijnen er wolken aan de hemel. Soms is het hemel donker, soms is het wit. Dit alles volgt elkaar op. Op dezelfde manier verschijnen de geaardheden hartstocht, onwetendheid en goedheid in allerhoogste absolute als elkaar opvolgende energieën. Nu eens verschijnen ze en dan verdwijnen ze weer. Het gaat over de mode of material nature, de hoedanigheden. De geaardheden, hartstof, onwetendheid en goedheid. En hier wordt ook aangehaald in de Bhagavad Gita 7.4. Aarde, water, vuur, lucht, eten, geest, verstand en vals ego omvatten tezamen de 8 afgescheiden materiële energieën. Hoewel de materiële of fysieke elementen de energie zijn van de Allerhoogste Godpersoon, staan ze los van hem. Daarom wordt de Allerhoogste Godpersoon niet beïnvloed door de materiële omstandigheden. Dus dat de Vedanta Sutra bevestigt Jan Madi Asya Yata, de schepping in standhouding en vernietiging van de kosmische openbaring,
gescheiden dankzij de bestaan van de Allerhoogste Heer. Desondanks wordt de Heer niet beïnvloed door al deze veranderingen van de materiële elementen. Dus de materiële natuur onder Christus leiding. En ze brengt alle bewegende en niet bewegende wezens voor. En ze treden de natuur in beweging. Dan vindt de schepping plaats. De conclusie luidt dat de natuur niet de natuur maar de oorzaak van alle oorzaken is. Dat is ook de conclusie van deze, van dit vers. Oké, vers 18. Omdat de Allerhoogste Heer de oorzaak van alle oorzaken is, is hij de superziel van alle individuele levende wezens en vertegenwoordigt hij zowel de uiteindelijke als de onmiddellijke oorzaak. Aangezien hij los van, staat van de materiële openbaringen, wordt hij niet beïnvloed door hun wisselwerkingen en is hij de meester van de materiële natuur. Daarom moeten jullie hem toegewijde dienst bewijzen en jezelf als kwalitatief één met hem beschouwen. Het is heel belangrijk dat de kwalitatief één met hem bescheiden. Volgens de Vedas bestaan er drie oorzaken van voor de schepping. De tijd, de ingrediënten en de schepper. Samen worden deze drie tayatmaka genoemd, de drie oorzaken. Alles in deze materiële wereld wordt geschapen door deze drie oorzaken. En ze worden alle drie aangetroffen in de godspersoon. Directe boodschap van Narayana Muni is hier. Om ons rechtstreeks bezig te houden met de toegewijde dienst. Alle vrome activiteiten zullen daarbij inbegrepen zijn. Satanya Taramrita verklaart, de CC, Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Krita Haye, die de Allerhoogste Heer Krishna vereert, door hem toegewijde dienst te bewijzen, verricht daardoor gewoon zelf alle andere vrome activiteiten. Worden Swadeyasa Vasya Runa Prava Ham in dit vers heel belangrijk. De Allerhoogste Persoon staat nooit onder invloed van de materiële geaardheden, ook al komen ze voort uit zijn spirituele energie. Die werkelijk goed doordrongen zijn van kennis, diegenen die werkelijk goed doordrongen zijn van deze kennis, kunnen alles in staat van de Heer gebruiken. Die doorzicht naar tegenover alle levende wezens door op de een of andere manier tevreden te zijn door de zinnen van zinsbevrediging en door de zinnen van zinsbevrediging te onthouden, kan men de Allerhoogste Persoon, God persoon, daarna zeer tevreden stellen. Hier worden een paar manieren aangegeven in het beurtwoord hoe de toegewijde dienst aan alle hoogste godpersoon tevreden kan stellen. Eerst wordt Dayaya Sarva Boek deze genoemd. Genade tonen aan alle godpersoon. De beste manier om genade te tonen is door Krishna bewust te zijn verspreiden. Dus er is een groot gebrek aan Krishna bewustzijn in deze wereld. Dus het is heel belangrijk dat we het gaan verspreiden. En ook mensen bij ons thuis uit te nodigen. 19. Om de beweging van Krishna bewustzijn in de hele wereld te kunnen verspreiden. Moeten de toegewijde in alle omstandigheden tevreden zijn. Vers 20. Aangezien de toegewijden volkomen gezuiverd zijn van materiële verlangens, is hun geest vrij van elke besmetting. Daarom kunnen ze voortdurend aan de Heer denken en zich met veel gevoel tot hem richten. De Allerhoogste Godpersoon die zich beheerst weet door zijn toegewijden, laat zich geen moment alleen. Zoals iemand nooit onzichtbaar wordt. Wanneer iemand echt gezuiverd raakt, denkt hij aan niets anders materieels meer. Dus dat we ons moeten vrijmaken van onze materiële verlangens. En het is ook een mooie observatie voor iedereen in deze sessie, om te kijken wat materiële verlangens op dit moment nog zijn, en om te kijken of ze in de jaren, dat is wat ik bij mezelf soms zie, dat het toch wel minder wordt. Dus dat de bepaalde materiële verlangens toch wel verminderen. En dat je dan ook wel kan zien dat je toch iets dichter naar Krishna bewust naar Krishna toe kan groeien. Ik zie het ook aan Kadambakana Swami, hoe absorbed hij is in het Krishna bewustzijn. En dat hij ook als hij heel erg ziek is, en ook van de week dat hij bijvoorbeeld dan 40 minuten heeft geslapen, dat hij in de ochtend toch bijvoorbeeld op Nityananda Appearance Day naar de lezing van Indra June komt. En dat hij dan de toegewijde had beloofd bij hem thuis een lezing te geven in de middag. Dat hij er toch allemaal laat doorgaan.
En dat hij daarna, dat hij, als hij dan toch heel moe is, dat hij toch besluit om naar de tempel te gaan. Omdat hij toch voor Nityananda kirtan wil doen. En hoe die drijf is, hoe die ontzettende drijf is van binnen, om van een pure toegewijde, om toch dat allemaal te willen en te doen, ook al doet het lichaam het bijna, ja, soms niet. En dat hij dan de dagen daarna daar van moet bijkomen. En hoe hij zijn leven dan kan geven aan Krishna. Oké, tekst 21. De Alhoogste Godspersoon wordt heel dierbaar aan die toegewijden die niets anders bezitten dan zijn toegewijde dienst, waarmee ze volkomen gelukkig zijn. Voorwaar, de Heer geniet van zijn devotionele activiteiten van zulke toegewijden. Degenen die verwaand zijn vanwege de materiële opleiding die ze genoten hebben, hun rijkdom, hun aristocratische afkomst en hun baatzuchtige activiteiten, zijn er heel trots op dat ze deze materiële zaken bezitten en bespotten de toegewijden vaak. Maar zelfs als dergelijke mensen de Heer vereren, worden ze niet door hem aanvaard. Dat is ook alweer een heel vers, duidelijke uitleg. Toegewijden lijken soms materieel gesproken arm te zijn, maar omdat ze geestelijk rijk en gevorderd zijn, zijn ze de Allerhoogste Godpersoon zeer dierbaar. Dergelijke toegewijden zijn vrij van gehechtheid aan familie vaak, en samenleving, vriendschap en kinderen. Ze geven hun genegenheid voor al deze materiële bezittingen op en zijn altijd gelukkig dat ze toevlucht aan de lotusvoeten van de Heer bezitten. Dus de Allerhoogste Godpersoon begrijpt de positie van zijn toegewijden. Dat is ook weer heel belangrijk wat hier in het purport staat. Dat de Heer de positie begrijpt van zijn toegewijden. En wie een zuivere toegewijde bespot, zal nooit door de Allerhoogste Godpersoon worden erkend. Dus hier wordt ook nog een voorbeeld genoemd. Dharvasa Muni was een grote koning, toegewijde. Tegelijkertijd een toegewijde. En hij heeft een offens gemaakt. Dat heeft Krishna hem nooit vergeven. Dat staat ook in de Shastras genoemd. We moeten ook heel... daar gaat het vers ook over. Dat we heel voorzichtig moeten zijn met de offenses die we maken. Ook de 10 offenses die we dagelijks opzeggen in de tempel. En bijvoorbeeld ook het leven in Vrindavan. Moet je heel voorzichtig zijn met het maken van offenses. Moet je vermijden, omdat het veel zwaarder telt. En de reacties daarvan komen sneller, lijken sneller terug te komen. Als je in Vrindavan bent ook. Dus de Vaisnava-apparaat is het grootste offensief. Dus dat is een heel belangrijk punt van dit vers. Tekst 22. Hoewel de Allerhoogste Godspersoon buiten zichzelf niets nodig heeft, stelt hij zich afhankelijk van zijn toegewijden. Hij geeft niets om de geluksgodin, nog om de koningen en halfgoden die haar gunsten proberen te winnen. Wie van diegenen die beweren dat ze werkelijk dankbaar zijn, zou de Allerhoogste Godpersoon niet vereren. Hier wordt nog een voorbeeld gegeven door bijvoorbeeld van Lakshmi, de geluksgodin die heel veel wordt vereerd in India. Maar dat Krishna dat eigenlijk allemaal niet nodig heeft, die verering. Want hij heeft dat hij daar niet van afhankelijk is. Dat hij functioneert zonder al die vereringen. En Srila Prabhupada vertaalt hier ook in feite, kan een toegewijde geen moment vergeten hoeveel hij de Allerhoogste Godspersoon verschuldigd is. Dat is ook een belangrijke statement hier. En Krishna... Diegenen die zich niet bewust zijn van de positie van het levend wezen en van de Krishna, denken dat de wederzijdse gehechtheid tussen de Heer en zijn toegewijden veroorzaakt wordt door de materiële energie. Deze gehechtheid is echter zowel voor de Allerhoogste Heer als voor de toegewijden en natuurlijk en kan niet als materieel worden beschouwd. Dat wordt aan het einde van het purport aangehaald door Prabhupada. Dus dat veel niet toegewijden soms niet weten dat er een wel dergelijke een relatie wordt opgebouwd tussen de toegewijden en tussen Krishna. En dat die gehechtheid wederzijds wordt. Dus hoe sterker
wij ons op Krishna gaan richten. Op een gegeven moment gaat Krishna zich ook op ons, meer op ons richten. Toen ontstaat er zeg maar een band. En op een gegeven moment kunnen wij niet meer zonder Krishna. Dat is één kant op. Maar kan Krishna ook niet meer zonder ons. Dus die kant gaat het op als pure toegewijde dienst wordt uitgevoerd. En deze relatie kan niet als materieel worden beschouwd. Het is een natuurlijk proces. Maar het zit op het transcendentale platform. Tekst 23. De grote wijze Maitreya vervolgde, mijn meesterkoning Vidura, zo beschreef Narana Muni, de zoon van heer Brahma. Al deze relaties met de Allerhoogste Godpersoon aan de Prasetas, daarna keerde zij terug naar Brahmaloka. Een klein purport. Men moet over de heerlijkheid van de Allerhoogste Godpersoon horen, van een zuivere toegewijde. De Prasetas kregen deze gelegenheid doordat de grote wijze Narana Muni hen over de activiteit van de Allerhoogste Godpersoon en zijn toegewijde vertelde. 24. Doordat de Prasetas Narana Muni hadden horen vertellen over de heerlijkheid van de Heer, diegene wiens heerlijkheid een einde maakt aan al het geluk in de wereld, raakten ze eveneens aan de Allerhoogste Godpersoon gehecht. Mediterend op zijn lotusvoeten benaderden ze hun uiteindelijke bestemming. Hier verwijst men ook naar de Visnuloka, naar de uiteindelijke bestemming. Het is absoluut zeker dat iedereen die voortdurend naar verhalen over de verheerlijkheid van de Heer luistert en altijd op zijn lotusvoeten mediteert, de Allerhoogste bestemming ook zal bereiken. Zoals Krishna in de Bhagavad Gita 1865, een van de meest heel belangrijk vers in hoofdstuk 18, maar ook in de hele Bhagavad Gita, wordt onderricht. En denk onafgebroken aan mij en word mijn toegewijde. Aanbid me en bewijs me eer. Zo zul je voorzeker tot me komen. Dat beloof ik je, omdat je mijn zeer dierbare vriend bent. Hele belangrijke vers 1865 in de Bhagavad Gita. Tekst 25. Mijn beste Vidura, ik heb je alles verteld wat je wilde weten over het gesprek tussen Narana Muni en de Prasetas. Het gesprek waarin de heerlijkheid van de Heer wordt beschreven. Ik heb het je zo goed als ik kon uiteengezet. Tekst 26. Sukadeva Goswami vervolgde. O beste onder de koningen, koning Pariksit. Ik heb u alles verteld over de afstammelingen van de eerste zoon van Swaya van Bhumanu, Uttanapada, en zal nu proberen de activiteiten te beschrijven van de afstammelingen van Swayambhumanu's tweede zoon, Priyavrata. Luister alsjeblieft aandachtig. Hier een kort purport. Dhruva Maharaj was de zoon van de koning Uttanapada. En de beschrijving van de activiteiten van Dhruva Maharaj en de koning Uttanapada's afstammelingen gaat door tot aan de Prasetas. En nu wil Srila Sukadeva Goswami de afstammelingen beschrijven van Swaya Bhuvamanu's tweede zoon, Maharaj Priyavrata. Tekst 27. Hoewel Maharaj Priyavrata onderricht had ontvangen van de grote wijze Narayana Muni, ging hij door met het regeren van de aarde. Na ten volle van zijn materiële bezit te hebben genoten, verdeelde hij zijn eigendom onder zijn zonen. Vervolgens bereikte hij een positie die hem in staat stelde om terug te keren naar huis, terug naar God. 28. Mijn beste koning, nadat Vidura de transcendentale boodschap van de Allerhoogste Godspersoon en zijn toegewijde had vernomen van de grote wijze Maitreya, werd hij overweldigd door extase. Met tranen in zijn ogen viel hij onmiddellijk neer aan de lotusvoeten van zijn guru, zijn geestelijke leraar. Hierna sloot hij de Allerhoogste Godpersoon diep in zijn hart. Het vers zegt iets over de effecten van het horen over Krishna, van een pure toegewijde. En het zorgt ook voor een sterkere gehechtheid ten aanzien van Krishna. En dit gebeuren is kenmerkend voor de omgang met grote toegewijden. Een toegewijde ontvangt onderricht van een bevrijde ziel en voelt zich daarna overweldigd door extase van transcendentale vreugde. Hier staat ook verder in het purport: men kan geen zuivere toegewijde van de Heer worden zonder de lotusvoeten van een grote toegewijde te hebben aangeraakt.
En iemand die niets te maken heeft met deze materiële wereld, wordt Riskinjana genoemd. Het proces van zelfrealisatie en de weg terug naar huis, terug naar God, houdt in dat men zich aan de bona fide geestelijke leraar overgeeft. En zo vordert men op het pad der transcendentale realisatie. En hier geeft ze dan ook een voorbeeld dat Vidura, die had zo'n relatie met Maitreya. En nu plukt hij de vruchten van. En dit kanto 4 gaat speciaal over de voorbeelden waarbij verlichte zielen door de spirituele meester, door de guru, worden overgebracht naar de spirituele wereld. En dat het woord Niskinjana in dit geval, een voorbeeld van alle die een guru hebben, dat je onbaar de guru licht schijnt op je pad. En met de vakken van kennis wordt het donker materiële bestaan weggevaagd en wordt er licht geschenen op ons pad. Tekst 29. Sri Vidura zei, o grote mysticus, o grootste van alle toegewijden, dit uit uw genade heeft u me de weg der bevrijding uit deze wereld van duisternis gewezen. Door deze weg te volgen kan iemand uit de materiële wereld bevrijd raken en terugkeren naar huis, terug naar God. Ja, deze materiële wereld noemt men Tama, duister, van de duisternis. En de geestelijke wereld, spirituele wereld, wordt het licht genoemd. De Veda's raden iedereen aan om te proberen zich uit de duister te bevrijden en naar het koninkrijk van licht te gaan. Ook moet men zich bevrijden van alle materiële verlangens. Dat is ook soms lastig. Je kan soms ook nagaan welke verlangens er nog spelen en welke steeds terugkeren. En waarom deze een rol spelen in je leven. Het is ook belangrijk hier, staat ook, dat je niet te veel omgaat met mensen die heel veel spirituele verlangens hebben. Ook dat heeft een negatieve invloed op je spirituele leven. Het gaat er ook hier verder over dat het vers ook ons inzicht geeft wat er zo speciaal is tussen Krishna en zijn zuivere toegewijden. En dat we het licht ook nodig hebben op ons pad om vorderingen te maken in het Krishna-bewustzijn. We zijn er bijna. Tekst 30. Sukadeva Goswami zei, Vidura bracht aldus zijn eerbetuigingen aan de grote wijze Maitreya en begaf zich na hem om toestemming te hebben gevraagd op weg naar de stad Hiranyapura om er zijn familie te bezoeken, hoewel hij geen enkel materieel verlangen meer had. Hier wordt ook gezegd, als een heilige iemand zijn familie wil bezoeken, is dat niet uit spiritueel verlangen, of niet uit materieel verlangen, sorry. Hij wil, het is vaak meer om je familieleden of je vrienden wat meer Krishna bewust bij te brengen, heel voorzichtig, of op een bepaalde manier dat mensen dat aankunnen. Het heeft vaak ook weer een goede invloed op jezelf. Laatste vers. Tekst 31. De koning, diegene die luisteren naar deze bevrijdingen over koningen die volkomen zijn overgegeven aan de Allerhoogste Godpersoon, verkrijgen gemakkelijk een lang leven, rijkdom, een goede reputatie, geluk en uiteindelijk de mogelijkheid om terug te keren naar huis, terug naar God. Het doel van alle spirituele beoefening is om God en Krishna te realiseren. Dat is natuurlijk een ontzettend groot doel. We moeten proberen onderdak, shelter te nemen van Krishna. En om Krishna te realiseren, om Krishna in het hart te ontwaken. En in dit hoofdstuk en ook in dit kanto, wat centraal staat in dit kanto, is dat heel veel verschillende toegewijden door de spirituele meester werden bevrijd. Bijvoorbeeld Dhruva Maharaj werd door Narayana Muni naar de spirituele wereld geholpen. King Ratchinabari door Narayana Muni ook. De Prasetas door Lord Shiva en Narayana Muni. En Vidura door Maitreya. Zo in dit
Kanto is de leidraad, dus dat we van onze materiële verlangens, dat we onze materiële verlangens verkleinen en dus spirituele verlangens en spirituele doelen vergroten. Zodat onze goeroes en onze, ons ook kunnen helpen de overgang te maken naar dichter naar Krishna te kunnen groeien. En, om het Krishna-bewustzijn op een hoger platform te tillen en het Krishna te realiseren in onszelf. Ja, dat was de laatste zes. Ongelooflijk. Zijn er vragen? Hare Krishna Mantrini, dankjewel voor de lezing onder moeilijke omstandigheden, maar zoals Katimanjari het aanhaalde, obstakels moeten we leren overwinnen. En dat is toch, denk ik, heel goed gelukt. Er is een vraag geweest in de chat, ik weet niet of je het gemakkelijk kunt lezen, van Bakin Rosa. Hoe is verschillende keer aangehaald geweest de belangrijkheid van een spiritueel leraar? En zij vraagt, hoe ontmoet ik, hoe kom ik in contact met de juiste guru? Wie kan mij hiermee helpen? We leven natuurlijk in de moderne wereld van het internet. ISKCON heeft op dit moment iets van om en nabij 80 levende goeroes. En er zijn heel veel verschillende goeroes met heel veel verschillende nationaliteiten. De meeste die komen uit India en uit Amerika op dit moment. Maar er zijn, we hebben zelfs nog op dit moment een Nederlandse goeroe voor ons klein kikkerlandje in België. Heeft Bhakti Prabhava Swami, die heeft sanyas genomen. We hopen dat hij in de toekomst ook misschien goeroe zou... de guru Faust zou willen nemen. Maar via internet en YouTube kan je verschillende lezingen bekijken van de verschillende ISKCON gurus. Soms heb je al een voorkeur voor gurus vanuit bepaalde landen misschien, of bepaalde cultuur spreekt je aan, bepaalde persoonlijkheden spreken je aan. In Radhades is natuurlijk een plek waar gurus regelmatig komen. Ook in Sinandana Swami uit Duitsland was daar laatst, op de Mellows ook. En in Nederland was Atma, wat is zijn naam? Mahatma, daar. Ja, was in Amsterdam. Ja, in de tempel bijvoorbeeld in Nieuw-Mayapoor wonen nu 3 gurus in Frankrijk. En zo zijn er Yadunanda Swami natuurlijk in Spanje. En als je een bepaalde voorkeur hebt voor guru, kan je proberen hem te volgen op YouTube en hem ook proberen live te ontmoeten. Of soms kan je zelfs via de social media een darshan aanvragen met bepaalde gurus. Dat is niet altijd gebruikelijk, maar ik heb bijvoorbeeld van Visvasesika Prabhu, ken ik toegewijden die via Zoom meetings hem leren kennen in de COVID periode en initiatie hebben genomen bij, en zo is het natuurlijk. Er zijn steeds meer manieren om gurus te ontmoeten. Maar het beste is natuurlijk om een guru live te ontmoeten. Er is ook een aspect hieraan dat Krishna daarin een rol gaat spelen. Hoe meer je verlangen is om een guru te accepteren, dan zal Krishna je automatisch wel op dat pad helpen. Dus probeer dat verlangen zo veel mogelijk te cultiveren door te verlangen naar spirituele begeleiding. En dan zal je wonderbaarlijke methodes zien die Krishna voor je in petto heeft. Ja, een mooie aanvulling. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want het toegewijde dienst begint met faith, met verlangen. En met faith is in het Nederlands vertrouwen hebben in, als je vertrouwen krijgt in Krishna, of het wil krijgen in Krishna, dat begint met het hebben van vertrouwen. En dan als je dat pad kan oppakken van Bhakti Yoga, dan vanzelf komt ook het verlangen door de omgang met de associatie met de toegewijde. Het verlangen om een guru te leren kennen en dan zal de guru ook op je pad verschijnen. Maar het verlangen moet er wel degelijk ook wel zijn. Dan is de aantrekking daar ook. Mantrini, hartelijk bedankt. Dat is heel leuk om jou eens een keer aan de microfoon te hebben, de hele sessie.
vind het altijd verfrissend hoe jij hoe je spreekt, gewoon ook hoe je bent en hoe je het brengt. Het is allemaal een soort van lekker helder. Dus fijn. Ja, dat meen ik echt. Dus dat is fijn. Twee dingen in aanvulling op het punt van net. De vraag, hè, over de guru. Ik weet daarover dat, ook al denk je bij jezelf van, nou ja, ik weet het niet hoor. Dat helemaal overgeven aan een guru. En jongen, dat kan ik helemaal niet. Of dat durf ik niet. Of dat wil ik niet. Dat is hopelijk de conclusie, zeg maar. Of niet de conclusie, maar een bepaalde stap in die relatie. Maar het gaat om, in Geestelijk Leven, alle vooruitgang die we maken, dat doen we door om te gaan met meer gevorderde toegewijden. Dus dat principe denk ik dat we allemaal wel kunnen omhelzen. Zeg van, ja, ik kan het niet allemaal alleen. Ik weet ook niet alles. Ik heb associatie nodig. We hebben vrienden nodig. We hebben ook meer gevorderde toegewijden nodig. En als we Krishna daarom vragen, als we Srila Prabhupada daarom bidden. Dat is wat His Holiness Tamalkrishna Goswami tegen ons zei toen we hem pas leerden kennen. Toen had ik een guru gehad, maar die was mij ontvallen door, ja, wie weet waarom. Dat weet je nooit helemaal, maar in ieder geval, ik had geen guru meer. En ik wilde wel een guru weer, maar ik durfde gewoon niet zo goed verder. En toen kwamen we Maharaj tegen in een seminar in Mayapur. En ik vertelde dat aan hem in een klas, in een lezing, dus wel een beetje kwetsbaar. En toen zei hij, bid tot Srila Prabhupada, dat hij je associatie stuurt, dus omgang stuurt met zijn meest gevorderde toegewijden, meervoud. En dat vond ik wel mooi. Toen dacht ik, ja, dat wil ik wel bidden. Dat lijkt me fijn. Dus dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk bleek dan dat Maharaj onze nieuwe geestelijk leraar werd. Ons is mijn man, toenmalige man en ik. Dus dat principe van bidden om meer gevorderde associatie, dat is heel vruchtbaar. En ook vanuit dat verlangen kun je ook een darshan aanvragen bij een meer advanced Vaishnava. Gewoon van, goh, ik mag ik met u praten, ik heb vragen, of ik wil graag associatie, ik wil genade. Begrijp je? Dat is misschien wat minder definitief, van, oh, is dat nou mijn guru of niet? Ik hoop dat behulpzaam is. En het andere puntje was een klein ding, maar wel belangrijk. Dat Mantrini, je zei op een gegeven moment dat Krishna die vergaf Durvasa Muni niet. Omdat hij Maharaj Amritsha zat beledigd. Hè? Dat klopt. Initieel vergaf hij hem niet. Want Durvasa Muni was geschrokken. Hij kreeg de Sudarshan Chakra van Vishnu achter zich aan. Omdat hij Maharaj Amritsha had beledigd. Niks kon die Vishnu chakra weghalen. Zelfs hier Vishnu zelf zei, nee, ik niet. Maar je moet naar, de Amarish Maharaj. Je moet hem om vergiffenis vragen. En toen deed Durvasa Muni dat. En toen werd hij ook vergeven. Dus uiteindelijk vergeef Krishna dan ook, zou je kunnen zeggen. Tenminste, dat is hoe ik het begrijp. Maar je moet wel dan eerst, hij moest wel eerst de excuus vragen aan de toegewijde die hij beledigd had. Dat wilde ik nog toevoegen. Oké. Bedankt. Dankjewel. Hare Krishna. Hierbij wil ik dus het hoofdstuk afsluiten. En daarmee ook het kanto afsluiten. Omdat, ja, de pasetas die hebben hier de perfectie bereikt. En zijn tot zuivere toegewijde dienst gekomen. En kunnen teruggaan naar de Krishna's abode. En dat is natuurlijk ook het doel van ons leven. Prabhupada zegt, je kan binnen 1 seconde Krishna bewust worden. Het kan heel lang duren, het kan korter duren, het kan een paar levens duren. Maar je weet nooit of je in het volgende leven weer de human form krijgt, het menselijk lichaam krijgt. Dus je kan maar beter in dit leven proberen Krishna bewust te worden en meer, ja, dichter bij Krishna te komen door midden van toegewijde dienst en uiteindelijk tot een perfectie pure toegewijde dienst. Dus iedereen heel veel succes in ieder geval daarmee. Maharaj zei gisteren nog in een Zoom-lezing, soms is het, denk je dat het onmogelijk is om je hele leven Krishna bewust te blijven, maar het is soms ook geen optie om het niet te zijn. Ja, het materiële Krishna bewustzijn is moeilijk, maar soms is het materiële bestaan onmogelijk. Dus in de associatie van de toegewijde van deze Sadhu Sangha groep en de
bezoeken aan de tempels, blijven we toch Krishna ja, vereren, geven onze toegewijde dienst aan hem en kunnen we dichter bij hem komen. Dus ja, hiermee wil ik het afsluiten in ieder geval. Hare Krishna.